Robin Martens heeft een sportief voornemen voor dit jaar. De actrice, die bekend is van haar rol in goede tijden, slechte tijden, wil weer de vormen krijgen die ze had voor ze twee keer moeder werd. Dat laat ze weten op Instagram, waar ze een foto deelt van haar postbaby lichaam. Martens vertelt dat ze zich prettiger voelt als ze meer in shape is en dat ze dan ook meer kledingkeuze heeft. Ik heb tijdens mijn zwangerschappen heerlijk alles gegeten wat ik wilde, maar nu is het tijd om weer gezonder te gaan leven en meer te bewegen, schrijft ze. Ze bedankt haar volgers voor hun steun en complimenten. De 31-jarige Martens heeft twee kinderen met haar vriend Benjamin. In september 2023 werd hun zoon Yafani geboren en in augustus 2021 hun dochter Makena. Martens is dolgelukkig met haar gezin, maar vindt het ook belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen.